Hier, ze bewaken de kerk. Dat is de kerk bewaken. Leuk hè? Ja, we zien de kerk. Dat is de kerk bewaken. Ze zijn bang dat de christenen massaal afgeslacht worden in dit land. Massaal. Mooi hè? Nou. Nou, we zijn er weer. Live te zien. Zo, wat een klote wind. Zo, hij zegt, die moeten we hebben met het vogeltje. Nou, dat vind ik wel. Wat? Oh. Nou. Kijk. Het is ten einde. Oh, wat? Hij praat terug. Wacht maar, hier. Beestenboeltje Zutphen. Dit is zonder kapje. Dit is alles zonder kapje. Dus, maar wel eens peen. Ja, foppie. We laten ons niet meer foppen. Zo, doei! Vergeet altijd kaartjes te geven. Maar dat maakt niet uit. Het gaat me ook niet... misschien ook wel een beetje, maar niet echt erg. We hebben ze een kapje om. Terwijl buiten werkt het niet. Oh. Volgens mij werkt het buiten niet. Dat werkt helemaal niet buiten. Ze zijn. Nou, dat kan toch niet. Dat werkt helemaal niet. En zo benauwd ook met die mevrouw. Ja, heel ongezond. Oh, zo ongezond. Ongezond. Oude mensen zijn de dupe. Over 10 jaar, hè, krijgen ze allemaal ziektes. Nou ja, daar wou ik het nog niet over hebben. Doei. Nou. Dus, hier. En daar staan de helden. Mensen die voor vrijheid hebben gevochten. En zijn gestorven. Nou, zo, wat een hoop, hé. Ik dacht dat iedereen al weg was. Ja, ik moest even zeiken, ik kon het niet meer houden. Zo, ga maar even lekker in het zonnetje staan. Zo. Yeah. Rood, wit, blauw, we zitten allemaal in het nauw. Yeah. Moederhart, yeah. Goed zo, dames, bravo. Met z'n allen erachter te kijken. Hoe kunnen we er als het laatste moment nog even ingrijpen? Anders hebben we geen beelden. We willen beelden. We willen mooie beelden. Oh, de busjes staan alweer op een rij. Oh. Hier. Ze staan echt wat te kijken. Want dan gaat ze. Nee, dat dacht ik de hele dag al. Maar het was gewoon te veel. Gewoon veel te veel. Oh. Ze zitten allemaal op een telefoontje te kijken. Mondkapjes. Het gaat toch wel. Oh. Hey, iedereen gaat weg. Is de tijd voorbij of zo? Misschien, iedereen gaat weg. Nou, dan wordt het misschien wat tijd om te gaan. Oh, ik hou van hondjes. Nou ja, laat maar zitten. In ieder geval, hier, misschien. Er waren zeker 120 man. 120 man, minimaal. Yay! Het feest zit er nog goed in, dus... hè, leven de lol! Nou, kijk, die worden uitgejoeld, maar ik wil die kant niet op. Ik ga maar weer terug naar de auto, want aan alles komt een einde, maar laat me zitten. Nou, weet je wat, als ze me nodig hebben, bellen ze me maar. Ik ga toch nog even die kant op. Ah. En ik ga het nog even filmen. Och, wat een hoop mensen, jongens. Haha. Weer geen kaartjes uitgedeeld, alleen maar filmpjes gemaakt. Tjonge, kan toch niet? Nou, gele parapluutjes. Is dat zo leuk, gele parapluutjes. Oh, daar hebben we hem. Oh, nou moet ik even een gesprekje. Ik zeg, heb je hem al gesproken, de baas? Dat hij de sleutel kwijt was? Van de auto? Wat zeg je? Hij was de sleutel kwijt van de auto. Is dat zo? Ik zat hem op te kijken waarop hij was. Ik dacht dat hij hier zou zijn. Ja. Maar dat had ik wel goed hier dus. Ja, nou, maar hij is de sleutel kwijt. Hij gaat eerst naar Zutphen voor de reservesleutel. We kunnen niet met de auto weg. Nee, we zitten gevangen. Dit keer niet door de ME, maar met onszelf. Kun je niet aan de politie vragen dat hij ons mee naar huis neemt? Of hij ons mee naar huis neemt? Ja, dat kan wel, maar dat doen we niet. Nee, dan gaan we de verkeerde kant op misschien. Ja, als we één verkeerd woord zeggen in dit land, ben je het haasje. Dan ben je de sjaak.
dan weten ze je te vinden. Dan word je gedemoniseerd, gestigmatiseerd, bekritiseerd. Dan weten ze je gewoon waar het gaat met je, toch? Dus, maar we geven het nooit op, dus we kunnen weer winnen uiteindelijk wel. Toch? Zo, vrijheid. Wat? Sorry, onze minister. Ja, hij wil het wel ooit een keer worden. Ja, hij heeft wel een mening. Hij is meer waar zij denken. Ja, hier. Ik zei met Kaatje. Ja, daar gaat de Terry. Ja. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Jullie zijn samen. Ja, maar wat zo. Daar, mijn kaartje. Mag ik er dan ook eentje? Heb je een foto? Dan doen we deze handen. Oh, zo, nee, ik film altijd. Oh, ja, ah, je bent live. Leuk, man. Leuk. Nou, vrijheid terug, mondkapjes af. Dat zeg ik ook altijd. Ja, dat doe ik ook altijd. Dat is belangrijk. Ja, precies. Hè? Dat je je eigen hart mag volgen, je eigen mening mag vormen. Dat, hè? Dat is vrijheid. Dat is vrijheid. Zelfbeschikking. Ja, precies. Hè? En nou pakken ze de MKB en de horeca. Doei! Doei doei! Zo! Nou! Ah! Wat? Wat? Zullen we net of ik een raar vogeltje ben? Kan toch niet? Nou. Zo. Dat is bijna afgelopen. En kijk, wij houden onze wel aan de afspraken. Alleen meneer Rutte niet. Die houden zich nooit aan. Die liegt, die bedriegt. Die houdt ons gewoon voor de gek. Hij steekt ons de gek aan. Maar als je eenmaal de geest uit de fles is, krijg je hem niet zo 1, 2, 3 erin hoor. Dan moet je echt gewoon kogel gebruiken, of weet ik wat. Of iets anders. Wat is dat dan weer voor vlag? Maar. Oh. Nou, dat zijn er toch wel meer dan ik dacht. En waarom zie je nooit ministers en zo? Of bekende mensen? Die zie je nooit. Ze zijn bang dat ze daar geen werk meer hebben. Dan zijn ze brodeloos. Dan moeten ze, wat ze hebben, moeten ze opverteren, net zoals de horeca, en dan mag je doodvallen.